Ik wil eventjes lekker dansen. Lekker dansen. Eva, broeder, relax. Stop met fokken met die kechies. Trouw een meisje en ga weg hier. Altijd ren je achter stekkies. Waar het rendier. Als je wil praten, we staan hier. Killer Kamal, de straatpsychiater. Killer Kamal, de straatpsychiater. Wie is Killer Kamal? Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Ja, ik ken hem, ja. Van vroeger. Ik luisterde veel naar zijn muziek. Weet jij wie Killer Kamal is? Ze zegt nee. Nee, ik heb wel eens voorbij zien komen. Of althans, wel gehoord. Volgens mij maakt hij muziek of zo. Weet je wie Killer Kamal is? Ja. Ja, die rapper toch? Dit is Killer Kamal. Een nogal controversiële rapper uit Hoenzel. Zijn muziek en videoclips worden op YouTube miljoenen keren bekeken. Maar zijn gezicht heeft hij nog nooit aan de wereld laten zien. Ik ben Mo en dit is Ayoub. We zijn broers, maar verschillen nogal van elkaar. Ik luister graag naar Elvis. Ayoub wordt helemaal lijp als hij de muziek van lijpen hoort. Hij is meer koes, ik ben meer kaas. We zijn allebei op onze eigen manier gefascineerd door rapper Killer Kamal. Volgens Ayoub is Killer Kamal met zijn rebelse muziek de stem van een grote groep ongehoorde jongeren. Maar ik vind juist dat Killer Kamal een verdraaid beeld schetst van ons en andere Nederlandse Marokkanen. Is dat alles? Ja, man. Laat maar zien. Kijk, camera. Ja. Samen gaan we op zoek naar Killer Kamal. Wat wil hij nou vertellen met zijn controversiële muziek? En waar koopt hij zijn slippers? Ja, papi, top. Heb je iets gevonden? Ja, volgens mij wel. Je zou deze interview kunnen noemen. Maar dit is hij volgens mij. Hij is er ook gewoon in getagd. Even kijken, wat staat hier? Wasiba van... Phoenix volgens mij, van toch? Van Phoenix, ja. Misschien moeten we haar dan gewoon spreken en kijken wat zij weet. Je hebt in 2017 heb je Killer Kamal kunnen interviewen. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was bijzonder. Dat was een tijd waarin het ontzettend ging over Killer Kamal. Ja, ineens werd ik aangetikt op mijn rug. En ineens stond er een jongen achter me met een bivakmuts op. Ik denk, nee, dit kan niet. Het was bijzonder om dat mee te maken, ja. Nou, waarom was het bijzonder? Omdat hij is niet zo spraakzaam eigenlijk. Dat is het. Dus hij laat heel weinig van zichzelf los. Hij heeft altijd zo'n... Bivakmuts. Ja, je ziet hem toch nooit? Ik heb in ieder geval nooit zo'n echte face gezien eigenlijk. Stop met fokken met die kegies. Trouw een meisje en ga weg hier. Altijd ren je achter stekkies. Denk je dat hij mokro is? Dat weet ik niet. Ja, dat is echt een goede vraag. Ik denk het wel. Ik denk misschien een half bloedje of... De bivakmuts gaat ook niet af. Is toen ook niet afgegaan. Ik heb het gevraagd, maar dat gebeurde niet. Ik wilde hem beter leren kennen, maar ik kwam toen ook niet helemaal verder. Waarom denk je dat Killer Kamal zoveel fans heeft? Ik denk toch ook dat mysterieuze wat rondom Killer Kamal hangt. Een totaal andere sound ook weer wat Killer Kamal brengt. Heel erg eigen ook wel vooral. En ik denk ook dat de combinatie is van humor, entertainment, maar ook misschien hier en daar ook wel de realiteit. Niemand weet dus wie Killer Kamal is. Maar met zijn nummers bespreekt hij maatschappelijke kwesties. Hij is voor sommige mensen een heftige rapper met kwetsende teksten. Maar misschien is dat zijn manier om te delen hoe bepaalde jongeren zich nu eenmaal voelen.
Doorbreekt hij juist het hokjesdenken met het uitvergroten van dit stereotype? Hij is Killer Kamal. Hij is gewoon een jongen die zijn ding doet. Weet je, die zegt wat echt is. Op een grove manier, maar dat is echt, begrijp je? En het is gewoon jammer dat mensen bijvoorbeeld die dat nooit hebben meegemaakt, die kunnen dat niet inbeelden. En ja, dan krijg je negatief praat in het nieuws. Om Killer Kamal beter te begrijpen, moeten we misschien eerst even terug in de tijd. Ongeveer 13 jaar geleden. Een van de eerste dingen die ik gewoon vind als ik naar hem opzoek, is dat hij in 2008 is hij aangeklaagd door Geert Wilders. Deze keer gaat het om een rapnummer waarin de zangers dreigen Wilders af te maken. De rappers zingen dat Wilders wordt meegenomen naar een kelder waar hij wordt gemarteld. Killer Kamal heeft dus in 2008 ergens heeft hij een videoclip gemaakt, genaamd Woezel, waarin hij de heer Wilders gewoon een soort van de keel doorsnijdt. En hij heeft iets tegen Wilders. Hij heeft iets tegen Wilders, ja. En Wilders tegen ons. Dus ik vraag aan jullie, willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Door zulke uitspraken ben ik dus al jaren bezig met hoe ik als Nederlandse Marokkaan wordt gezien. Dat begon voor het eerst in 2007, hetzelfde jaar waarin Killer Kamal werd aangeklaagd door Geert Wilders. Ik was 1,40 meter, een tiener met een beugel en een brilletje en een gigantische nerd. Net als Killer Kamal moest ik me ook melden op het politiebureau. Aanklacht? Openlijke geweldpleging. Ze zochten in mijn wijk naar iemand met krullen, een brilletje en een tintje. 1 plus 1 is 2 toch? Maar ik had niks gedaan. Het was een simpel foutje van de wijkagent, maar mijn wereld stond op zijn kop. Er heerst nu eenmaal een bepaald stereotype beeld van Marokkaanse Nederlanders. En vanaf dat moment besefte ik hoe erg dat een rol zou spelen in mijn leven. Wat is voor jou een mokro? Ik. Wat ben jij dan? Wat is Marokkaanse afkomst. Dus een mokro is van Marokkaanse afkomst? Ja, toch. Wat dan? Ben ik ook een mokro? Jawel. Hoezo twijfel je daarover? Kijk, de kledingstijl tussen ons. Kijk, die verschil even. Hoe zien mensen tegenwoordig mokro's? Weet ik niet. Hoe zien ze mokro's? Trainertje, petje, crimineelachtig. Heb jij je ooit gediscrimineerd gevoeld? In Nederland? Ja. Jawel, man. Vind je het grappig? Op een gegeven moment wordt het gewoon normaal. Het gaat eraan wennen. Simpel gezegd, die Nederlanders letten meer op jou dan een Nederlandse jongen. Als er iets gebeurt, wordt het gelijk aan jou gelinkt in plaats van iemand anders. Als je nou bijvoorbeeld op Google schrijft Marokkaan, wat zie je? Die is gelijk misschien opsporing verzocht of je ziet gelijk diefstal of iets. Snap je? Je ziet niet gelijk, wow, een Marokkaan heeft zijn eigen bedrijf opgestart of een Marokkaan heeft dit gedaan. Nee, het is alleen die negativiteit van de Mokko. Op een gegeven moment wordt dat normaal, ga je ermee leven. Snap je? Ayoub heeft geaccepteerd hoe mokro's in de media worden afgebeeld en er in de samenleving naar hem wordt gekeken. Ben je een Marokkaan in Nederland, dan heb je keuze uit twee opties. Kut of knuffel. Ali B of een boef. Ook al komt boef eigenlijk uit Algerije. Ayoub vindt dat ik niet zoveel over al die hokjes moet nadenken en stressen en gewoon een beetje gas moet geven. Wat maakt het nou uit dat sommige mensen ons als een boef zien? Laat die hem gewoon rustig los, zie je toch? Gewoon ja. Oké, en dan een klein beetje gas geven. Gewoon gas geven. Zet zijn nummertje aan. Sorry hoor. Ik ga dit niet. No. Je moet in een bocht nooit gas geven, maat. Wat moet ik nou met jou, jongen? Ik kan niet eens rijden. Zo, hoe kunnen jullie hem vinden? Ik ben hem sinds 2017 niet meer tegengekomen ergens. Dus ik denk dat dat een lastige opgave zal zijn. Maar als je hem vindt, doe hem de groeten. Ik zou het zelf ook niet weten. Met wie werkt hij bijvoorbeeld samen? Nou, ik weet dat hij heel veel samenwerkt met Timon. Zijn producer. Dus als je in die hoek gaat zitten, dan denk ik dat je heel dichtbij zit.
We moeten dus op zoek naar Timon, de producer achter Killer Kamal, die dus ook zijn videoclips heeft geregisseerd. Jezus. En Timon is een van die gozers. Een van die jongens, maar niemand weet wie Timon is. Maar ik heb dus ook zijn nummer gekregen, dus ik denk, misschien moeten we hem gewoon bellen. Wacht wel over. U bent verbonden met de mailbox van 06. Oké. Wat doen we? Mokro-rap of maagrap, zoals het ook wel eens is genoemd in de wetenschap. En dat het eigenlijk heel erg gelijk opging met een soort politiek, maatschappelijke beweging, waarin bijvoorbeeld politieke figuren als Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali, Pim Fortuyn eigenlijk steeds meer voet aan de grond kregen in Nederland. En op een gegeven moment ontstond er eigenlijk in hiphop ook een beweging die zich daar een beetje tegen uit ging spreken. En volgens mij is het eigenlijk zo dat in 2005 Yusuf en Kemal dus als een duo eigenlijk voor het eerst echt muziek gingen maken. En dus een soort van op een parodiërende wijze ook gingen dissen. Weet jij wie erachter zit? Nee, ik weet het niet. Ik heb wel een paar ideeën erbij, omdat hij natuurlijk ook aan Timon is gelinkt en zo. En ik denk wel dat er heel veel van die creativiteit misschien aan hem ook te linken is. Maar officieel weet ik het niet en misschien wil ik dat ook wel zo houden. Ik denk dat Nederland al een hele tijd aan het onderschatten is hoe groot de invloed is van de Marokkaanse jeugd op de muziekindustrie. Like, er zijn nu meer succesvolle Marokkaanse rappers dan ever. Omdat zij een stem zijn voor heel veel jongeren die zich buitengesloten voelen, die zich niet gehoord voelen. Vind je dan terecht dat Killer Kamal ook in dat lijstje staat? Ja, wat is terecht of niet? Hij staat erin omdat hij views heeft. En hij werkt ook met de grootste Nederlandstalige rappers. Daarnaast vind ik dat een artiest altijd de vrijheid moet hebben om te zeggen wat hij of zij denkt. Op het moment dat je dat gaat inperken, dan neem je de ziel van een artiest weg. Maar als je iets zegt, sta erachter. Als je iets zegt, moet je erachter staan. Maar hoe komen we erachter wat Killer Kamal werkelijk met zijn harde teksten en compromisloze karakter wil zeggen als hij zich achter een masker verstopt? Steekt hij de draak met Mokro's? Of laat hij juist zien hoe makkelijk de media en politiek een stereotype beeld van ons kunnen neerzetten? Neemt Killer dan toch voor ons Mokro's op? Misschien is de enige manier om hem te snappen om in zijn slippers te stappen. Deze gasten, gewoon te druk. Die Pietje bellen zo fucking hard, hè. Nou, het plan voor vandaag is, ik wil mijn eigen rapper creëren. Met een verzonnen personage, dus jij bent het niet zelf? Misschien, het moet eigenlijk het neefje zijn van Killer Kamal. Maar wat wil je dat die personage dan vertegenwoordigt, zeg maar? Wat moet die zijn? Ik denk als Killer Kamal een soort van mijn broertje uitbeeldt, dan zou ik graag een rapper willen maken die dan meer mij vertegenwoordigt. Mag ik nog een stomme vraag stellen? Ja. Voor jou om een mokro te zijn in Nederland? Ergens is het zeker wel positief, want ik ben ook wel trots op mijn roots. Maar als ik ergens solliciteer bijvoorbeeld, dan is het met Mo en niet met Mohammed. En dat is al een van de dingen die je gewoon bijhoort als je een mokro bent in Nederland. En denk jij dat die dingen die Killer Kamal maakt daar een beetje invloed op hebben? Dat doen mensen er tegenaan kijken. Want hij zet wel een stereotypetje neer. Ik heb daar wel gemengde gevoelens bij. Als in, ik zag laatst mijn kleine neefje, die was 8. En die was al met What a Junk aan het meezingen. What a junk, what a junk, what a junk. Ewa, ewa, what a junk, what a junk. Ja, dat is grappig. Maar als hij dan zoiets heeft van dit is een Marokkaanse rolmodel, dan gaat het binnen wel beetje wrijven van shit. Ja. Dat kan je gebruiken in jouw ding. Ja. Zeg maar, dat jij gewoon de kracht van het stereotype pakt, zeg maar. Mm-hmm. En dat omdraait. Is dit dan heel de beat of is het dan, moet je nog wat dingen toevoegen? Een beetje Marokkaanse drums.
dit lijkt wel echt zo'n... Je hoort Killer Camel hier gewoon op rappen, inderdaad. Ja. Wat ruimt er op Prius? Of je zegt, Samir man, ik vlam hier zonder uitlaat op die beat. Zie me racen in een Prius, ik heb Coolchie wit verdiend. Wat was FIHA ook alweer? FIHA is lekker. Gewoon goed. Gewoon ja, lekker. Zie me FIHA in die Fiat, ik heb Coolchie wit verdiend. Ja, oké, okay, let's go. Tans, ik zeg geen zin meer. Wallah, ik zweer, geëngageerd. Hij denkt, ik ga slaan met de slipper. Hij denkt, shisha door de raam. Hij denkt, ik ben knuffel of kut Marokkaan alleen door mijn naam. Nice, man. Lekker, die was goed, man. Lekker. Die was echt nice. Ik heb alleen, als ik naar de tekst kijk... Ja? Yeah. Ik heb moeite met één zin. Jullie maken de mokro voor mij die ik niet wil zijn. Dat klinkt al alsof ik mokro als negatief ervaar. Maar wat is je probleem nu? Yeah. Want die line die is geschreven op precies dat ding waar we het de hele tijd over gehad hebben. Dat, dat door die stereotypes de samenleving jou in een bepaald kader gaat plaatsen. Ja. Waardoor je niet die baan krijgt. Want het is zeg maar, ergens ben ik mokro en daar ook trots op, snap je? En dan jullie maken de mokro van mij. Dat klinkt dan meteen dat mokro ja, een soort van... Ik wil die mokro niet zijn. Nee. Algemene begrip ja. is voor alles wat fout is aan Marokkanen. En dat wil ik ook niet vertellen. Maar jij moet er senang bij zijn, man. Ik denk dat jij die situatie veel beter kunt inschatten dan wij. Ewa, slimme Samir hier. EQ is hoger dan de haarlijn van Wilder. Holla, ik doe belastingaangifte voor 1 april. Stem GroenLinks. Tas, ik zeg geen stem meer. Holla, ik zweer, ben geëngageerd. Ewa, mijn skin zet die Vespa neer. Die wheelies, die trekken geen kachpest meer. Tvoe, economie, geen mijn wel een papiertje, maar wel open. Sollicitatiegesprek als Gert-Jan Koen. Zou ik die baan wel kunnen doen? Ze zoeken in meerdere hoeken om mij in te boeken, maar ik zit op school. Jullie maken die type van mij die ik niet wil zijn, maar die word ik gewoon. Hij denkt ik ga slaan met de slipper. Hij denkt ik zie Sjaan door de raam. Hij denkt ik ben knuffel of kut voor elkaar. Zijn slippers heb ik even aangetrokken, maar Killer Kamal echt begrijpen doe ik nog niet. Hij heeft natuurlijk miljoenen views en een gigantisch bereik en dat kan slimme Sammy niet zeggen. Tijd om een echte rapper te spreken die ook nog eens met Killer Kamal heeft gesproken. Ja, oké, is goed, nigga. Ja, kan, oh ja, laat je even over praten. Kamal heeft me zwaar gedist. Ja, dat klopt. Wanneer is die gedist? Ja, vroeger toch. Je bent een... Wat zeg je nou? Oeram, oe, nee. Je bent een cartoonplukker. Ja, stom, dankjewel, Karin. Maar luister, wat Kamal niet heeft verteld... is dat ik die motherfucker tegen ben gekomen... bij de clipshoot van hem en Campy. Ja. Toen ben ik naar hem toegelopen. Zeg ik, hey, jij was toch die... Jij ging toch dissen? Kijk, ik was vroeger echt een battle rapper. Ik ging echt zwart met de trein om in andere steden te laten zien dat ik beter kan rappen dan jou. En beter uit het hoofd kan rappen dan jou. Dus ik vond het altijd wel leuk om diss tracks heen en weer te gooien. Nou, had ik een keer iets doms gezegd over Kamal. Omdat ja, ik hoorde gewoon dat dat niet echt was. En toen had ik een fout gemaakt om te zeggen van... Hey, die gozer kan nooit een videoclip maken. Nee. Wat ik niet wist is dat hij regisseur was. En dat hij dus wel videoclips kon maken. En toen heeft hij ook een videoclip gemaakt. En welke was dat? Dat was dit katoenplukken. Dat is de meest racistische diss track die ik gewoon ever in mijn leven heb gezien. Like, een Surinamer katoenplukker en kankeraap noemen. Like, bruh. Jij bent een vieze oeran. Oetang, kankeraap, geef je zweepslagen. Je bent een katoenplukker voor lui. Ewa Maurits, wat ben je gefrustreerd? Negative, of Maurits, is dus ook gefrustreerd over Killer Kamal. Maar dit is alweer 10 jaar geleden. Hoe denkt de jonge generatie nu over onze killer? Mijn ouders komen uit Birken, dat ligt ook in de buurt. Ah, oh, Birken, ja zeker. Stad van de Sinus. Vader luistert altijd muziek van Aziz Birken. Dit is Sexy. Een jonge Marokkaans-Nederlandse rapper die met 1 voet tussen de deur van de muziekindustrie staat. Hoe denkt hij dan over zijn gemaskerde collega? Killer Kamal die vertolkt dan een soort van beeld van de stereotype kut Marokkaan. Heb je jezelf daar ooit in kunnen vinden? Of? Ja, dat wel. Niet dat ik een braaf jochie was of zo, absoluut niet. Ik was ook best wel vervelend als kind zijnde. Maar ik denk dat het gewoon heel moeilijk is en dat we in een bepaalde verwarring opgroeien, toch? Want
thuis heb je de Marokkaanse cultuur en op school krijg je de Nederlandse cultuur. Mm-hmm. En wat het zo moeilijk maakt, je groeit op en je moet jezelf maar ergens daartussenin zien tegen te komen. Ja. Ik heb wel eens de opmerking naar me toe gegooid gekregen van, jij bent echt de knuffel Marokkaan. En dan denk ik, knuffel Marokkaan, maar wat wil je daarmee zeggen dan? Ja. Wat bedoel je nou eigenlijk? Wat denk je dat ze er proberen mee te zeggen? Ja, dat ik dus geen kut Marokkaan ben. Zeg wat je hoort en ik had het gezegd. Zij is de draad kwijt, denk dat ik hecht. Met haar in de knoop en het lijkt op een vlecht. Zij wil doen, maar ik heb het niet. De man beter, ik heb... Weet je dat Kille Kamal die hokjes doorbreekt? Ik denk juist dat hij ons heel erg in hokjes aan het stoppen is. Hij heeft niet echt een boodschap in zijn muziek, neem ik aan. Het is meer dat hij muziek maakt voor de lol, voor de grap. Misschien verdient hij er ook wel aardig aan. En daarbij houdt hij het dan ook. Dus ik denk ook niet, hij denkt van ja, hier moeten we over praten of zo. Want Killer Kamal bestaat eigenlijk niet. De echte persoon erachter, die leeft gewoon lekker zijn leventje privé, normaal. En wie weet hoe hij leeft. Maar wie is de echte persoon erachter? Het enige wat we tot nu toe zeker weten is dat Timong de producer is die met Killer Kamal samenwerkt. Maar net als bij Killer Kamal houdt ook Timong zijn gezicht verborgen. Waar is mijn mic? Waar is mijn mic? Oh, ik heb mijn mic nodig. Waar is mijn mic? Na lang wachten eindelijk een reactie terug. Wat ga je filmen dan? Hierna weer radiostilte en onze brandende vraag blijft onbeantwoord. Wie is Killer Kamal? Nou, ik heb ook naar hem gezocht, hoor. Ja? Gejaagd, hoor. Maar jij hebt hem gevonden. Ja, ja, ik heb hem gevonden. En als je mij een katoenplukker noemt, dan moeten we mieten, want dan gaan we dit regelen. Dan verdien je op z'n best een platte hand of zo. En ja, toen ik hem dus tegen ben gekomen, toen was er helemaal geen Killer Kamal. Toen was het een hele bange, aardige jongen die heel veel spijt had van wat hij had gedaan. En aangaf dat hij... Dat was zo fucking frustrerend. Dan ben je boos, weet je. Dan heeft iemand je beledigd. Kijk, in de battlecultuur en ook in mijn vriendenkring dan... je gaat altijd diss tracks vergelijken. Ik was er ook heel goed in, weet je. Ik heb ook hele toffe diss tracks gemaakt. En dan als iemand een diss track over jou maakt, vooral mijn vrienden, zijn er van, yo, Mau, de clip van Kamal gezien. Ja, man, fucking racist. Ja, wel racistisch, maar hij is wel hard, man. Dus dan wil je iets terug doen. En dan als iemand zich voordoet als een of andere real-ass gangster-achtige terror-Marokkaanse jongen en in de realiteit gewoon een lieve, kleine, blanke, bange gast is, ja. What the fuck? Killer Kamal is dus eigenlijk gewoon een witte gast die doet alsof hij een terror-Marokkaan is. Als Negative gelijk heeft, heeft Killer Kamal dan wel enig idee hoe het voelt om als een Marokkaan op te groeien? Hoe echt is dan zijn muziek? Wat gebeurt er als mensen de stereotypering van Killer Kamal gaan geloven? Hoeveel jongeren moeten dan op het politiebureau melden omdat ze ook worden aangezien als een killer, maar dat helemaal niet zijn? Hoe dan ook? Onze Killer Kamal is dus eigenlijk gewoon een Willy Wortel. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Hatabon altijd open in een tankstation. Gratis tanken, wat een vieze kabatron. Is het kabatron? Open net een tankstation. Gratis tanken. Dan is het denk ik een nog grotere grap als Killer Kamal geen Marokkaan is. Waarom? Omdat hij beeldt een kut Marokkaan af. En hij gebruikt ook Marokkaanse woorden. Dus dan neem ik het al helemaal niet meer serieus als dat geen Marokkaan is. Ja. Maar nu begin ik ook echt te denken dat het geen Marokkaan is. Maar hoe zou jij je voelen als zeg maar een, stel je voor een witte gast, ja, deze boodschap dan brengt en dan wel een soort van karikatuur maakt van de persoon die jij zou moeten zijn? Ja, grappig dat je zegt een persoon die jij zou moeten zijn. Ja, ik vind het is heel beledigend. Vooral omdat het in een grappig jasje wordt gestopt. Maar dan zijn we niet het probleem aan het oplossen,
Dan zijn we het probleem eigenlijk onder een vergrootglas aan het stoppen en het weg aan het lachen. Maar zo grappig is het grapje eigenlijk niet. Vooral als je heel je leven bijna van dat hokje probeert te ontsnappen. En dan kom je erachter dat... Ik snap precies wat je bedoelt. Dan kom je erachter dat iemand uit een totaal andere cultuur... Ja. Mensen van jouw cultuur in dat hokje aan het stoppen is. Ja. Dat vind ik heel disrespectvol. Dan heb ik echt helemaal geen respect voor je. Want zijn nummers hebben wel invloed op jonge kinderen. Ja. En dat gaat toch in hun hoofd zitten. En het beïnvloedt ze toch op de een of andere manier. Of het nou in hun gedrag is, of in hun woorden, in hun manier van communiceren. Het heeft toch invloed op ze. En die stereotypering, die is er. Daar kunnen we niet omheen, dat kunnen we niet verbergen. Nederlandse jongen dus. Ja. Zou ik het niet zeggen? Nee. Hoe je hem bekijkt in de videoclips. Mm. Hoe je naar zijn muziek luistert en alles. Dan dan hoor je eigenlijk gewoon een Marokkaan, simpel gezegd. En dan kom je erachter dat het een Nederlandse jongen is. Dat is jammer. Ja. Waarom? Die Marokkaan, je kan hem in elke positie zetten. Van, hij komt voor ons op, hij doet dat bijvoorbeeld. Hij gaat tegen discriminatie. Als het een Nederlandse jongen is. Je gaat hem niet in die posities kunnen zetten. Nee. Snap je? Het is een Nederlands jongen, het is geen Marokkaan. Hoe moet ik gaan weten of hij dat ook meemaakt als een Nederlands jongen? En als je kijkt naar onze neefjes en nichtjes, zoals Lina en Amin en zo. En hun waren allemaal mee aan het zingen met Wat een Junk en Kahba dit, Kahba dat. Denk er eens heel veel over na, snap je? Hij zou een jongen uit de buurt kunnen zijn. Hij brengt toch wel problemen aan de kaart. Net als met discriminatie en zo. Klopt. Maar ja, als je nu erachter bent gekomen dat de witte jongen is... dan plakt daar iets aan vast of zo. Die draadje zit gewoon los. Maar ja, gaat het iets veranderen, denk je, aan hoe jij wordt gezien? Nee, hoe wij worden gezien? Tuurlijk niet. Dat is jammer wel, hè? Het stereotype blijft gewoon hetzelfde. Denk je dat het ooit weggaat? Nee, ja. Denk ik niet. Maar kan je dan niet gewoon je eigen... Je bent toch Ejoep? Je bent toch niet... Ik ben zeker. Jou schetsen? Ik ben gewoon Ejoep en ik hou me de eigen gewoon bij die naam. Want dit is gewoon hoe ik ben, snap je? Wees gewoon jouzelf. Bepaal je eigen karakter. Nee, schiet er eens op. Kijk eens wat er gebeurt. Nee. Vind je dat het succes van Killer Kamal ten koste gaat van de Marokkaanse gemeenschap? Eigenlijk als wetenschapper kijk ik daar eigenlijk niet op die manier naar. Dus ik ga daar geen mening over geven. Maar ik kijk wel van wat zijn punten waarop het zo kan worden ervaren, zeg maar, door de gemeenschap. Of wanneer geven zij dat aan? Wanneer is, zeg maar, de grens bereikt? En ik denk dat zeg maar, de andere kant is eigenlijk dat je toch zoiets hebt van... ja, maar voor mij weegt dat continueren van dat stereotype zwaarder. En daarmee doe je misschien wel schade aan de gemeenschap op het moment dat mensen dat beeld gaan geloven. Wat die hierin heeft gedaan is, hij heeft een stereotype genomen, die heeft die uitvergroot. Kijk, op zich is dat niet erg, dat gebeurt altijd. Neem bijvoorbeeld Fresco. Hij heeft een alter ego waar hij echt de meest stereotype Antilliaan speelt. En dat is hilarisch. Maar je weet dat Fresco is. Je kijkt naar hem en je ziet van, oké, jij doet dat, dat mag. Wat hij nu doet, is mensen is dat stereotype gebruiken en in de schaduw blijven. En dat maakt het voor mij heel fake. En daardoor denken heel veel of heel lang heeft een hele groep, vooral jonge Marokkaanse jongens, gedacht van... hé, één van ons is nu door aan het breken, weet je? Die gasten die niet aan het werk komen, die gasten die wel op straat hosselen, die jongens die wel echt zo denken. En dat heeft hij genomen en heeft hun laten denken dat, kijk, als je dit doet, kan je daar succesvol mee worden. Terwijl hij dat niet is. Dus het is niet echt. Ik pleeg aanslag op de kutje van je moeder, want ik weet ze wil me aandacht. Als je heel je leven als een boef wordt behandeld, hoe lang duurt het dan voordat je die rol ook gaat spelen? Ik ga IS op de gebak. IS staat voor Extreme Security Techna. Deze stereotypes lijken helaas niet in een dag te verdwijnen. Noem het testosteron die vlek. Ik ben een lijpe boef. Dit is een mooie stek. Haboed zo. We zijn niet onbekend. Je ziet ons in de nacht. Van die bronnen vet. Ik denk aan de moeder. Ik spijt in zijn jump.
van die vieze kakloeder. Bijten en slikken, Geraldine Kemper. Geraldine Kemper, wallah, kom mijn peper. Maar gelukkig zijn er genoeg Marokkaanse Nederlanders die hunzelf niet identificeren met dit beeld. Die geen zwart balkje voor hun gezicht hebben. Die niet met de Kalashnikov rondrijden. En die niet in een hokje geplaatst willen worden. Geen kut- of knuffel-Marokkanen, maar gewoon mokro's in Nederland die trots zijn op hun roots. Yeah.